Yo, what's going on, guys? Welkom terug bij Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Inmiddels aflevering 5, zo uit mijn hoofd. Zijn we aangekomen in Siberië. Siberië, klonk heel leuk. Siberië. Precies bij dit punt. Eigenlijk de eerste echte combat die we gaan pakken van de game. Veel geëxplored de afgelopen paar parts. Stukje open wereld gedeelte gehad. Collectibles gezocht. We hebben echt veel gedaan. En nu komt het erop neer dat we gewoon verder moeten met de game. Verder moeten met de combat. En dit gebied in moeten gaan trekken, stealth of niet. Dus welkom terug allemaal. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Rise of the Tomb Raider op de HP Omen X in 4K. Oké, de moeilijkste is neer. Shit, baby! Perfect, mate! Dat was echt fantastische gameplay, love it. Deze guy. Zo chill verbrand. Hem gaf ik ook zo'n fijne headshot. Ik dacht het al, dit moeten we toch ook kunnen checken? Soviet plaque. Lenin lived. Lenin lives. Lenin will live forever. Sick hoor. I know I've taken some jobs of questionable legality and I know you're not happy about it. Ja, dit zijn al die mannen die ook voor Trinity werken. Ik denk dat ze zelf ook niet echt blij zijn met het feit dat ze er überhaupt voor werken. Maar ja, wat doe je er dan? Het betaalt waarschijnlijk enorm goed. Dus ja, als je toch een fucked up leven hebt, zeg maar, geef ze ongelijk. Onderdeel semi-automatisch pistool 2. Oké, nice. Oh, typisch. Ik heb ook nog een flesje in mijn handen. En die houdt ze ook vast. Dedicated alcoholist, hoor. Oké, ik snap hem. Super dedicated alcoholist. Als dat flesje maar mee is, hoor. Oh!
Okay. That's so fucking mooi gemaakt. Holy shit, zag je al dat bloed? Oh, een gun, eindelijk. Not just you, your whole family, everyone, they'll all die slow while we watch. Hoppakeetje. Lekker nice. The Red Army is coming. I've been tracking them for weeks, watching as hundreds of men build the iron monstrosity across the ice. Men have died, their frozen bodies left scattered in the tundra. No rites of passing, no burial or burnings. These new invaders are cruel, godless men. Do they come seeking the precious metals of the mountain? Or like so many before them, are they drawn here by the divine source? My people must again prepare for war. Nou, dat heb ik volgens mij toch best goed uitgeschakeld. Even kijken of deze guy heeft geen munitie. Nope. En daar ook niet. Dit hebben we allemaal opgepakt. Ja, ik denk ik ga gewoon door het glas heen schieten en het werkte. Dus dat was wel sick eigenlijk. Oh god, shit, hij leeft nog, joh. Die guy leeft nog. Adios, Dios. Adios, profetes. Wat? Adios, Athenotas. Wat zegt hij allemaal? They have him imprisoned. God. God. Oh no. No, no, no. And he's gone. Dit was best heftig. Hij zei allemaal gekke dingen, joh. Ik ben benieuwd, waarom nemen ze het? Nemen ze misschien de lokale bevolking of zo gevangen? Ontbrekende uitrusting. Heb je de lockpick nodig? Oké. Okay. Nou, dat komt dus later. Oh, wie weet, zit er dan hier uiteindelijk wel een lockpick in of zo? Dat weet je ook niet. Oké, okay, wapens wisselen. Oh ja, wapen naar onder natuurlijk. Nee, tof. Dan hebben we nu een wapen beschikbaar. Vet om te zien hoor. Kon je maar handmatig je zaklamp aan en uitzetten? Dat zou chill zijn joh. I left you in charge here. Yes, sir. But we didn't expect such heavy resistance. You were to be my eyes. I expected you to see. You must know what is at stake with this operation. Yes, but no. No. You don't. No. How could someone like you? Go easy. Go easy. Don't fear the suffering. Our goal is within reach, but we must be vigilant. If we succeed here, a new world awaits. One of our own making. Constantine, you're needed back at the prison right away. We've got a captive who might know something about the artifact. Remain faithful. We will share in the glory of the divine source.
Yo, what the fuck was de bedoeling? Ik vraag me echt af wat de fuck je ermee opschiet om je eigen manschappen blind te maken. Wat de hel was zijn bedoeling? This thing is 50 jaar oud. Ja, het lijkt een valve failure. Oh. I see her. Take her down. You and me. Understand? Oh shit, oh shit. Alles gaat ook in de fik, joh. Sick. Oké, ik heb wel gewoon lekker alles in de fik gezet. Dit was wel nice, hoor. Oké, eens even kijken. Waar moeten we heen? Oké. Nou, dat was het alweer. We fixed it. Deze combat is echt fantastisch trouwens. Nou, dikke nice ouwe. We zijn er gewoon voorbij. We hebben ze goed uitgeschakeld. Alles in de fik gezet. En ja, laten we verder gaan. Ik zie dat we een kamp hebben vrijgespeeld. Nou, perfect. Constantine is here. The man who tried to kill me in Syria. He's violent, dangerous. But worse, he appears entirely devoted to his misguided beliefs. I seem to have a habit of running afoul of religious zealots. And I suppose it all goes with the territory. His men on the radio mentioned a prisoner with information. Could it be one of the natives I've encountered? And if so, what does he know? Trinity will not be kind in their methods. Perhaps I can find him. Find out what he knows. Earning the trust of the locals might prove useful. Oké, er zijn upgrades beschikbaar. Omwikkelde handgreep. Oké, lol, was dat letterlijk het enige? Gaan we even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? Wat is dit? Is dit iets sexy's? Dat was volgens mij alleen het topje. Dat is super koud, man. Dit lijkt een beetje op een outfit van Uncharted, maar lijkt me super koud. Dit is letterlijk een pakje dat de naam heeft van mijn wapen, maar ik vind hem niet zo heel mooi. Deze vind ik dan al best wel heel erg gruwelijk. En deze is ook stijlvol as fuck. We gaan wel met deze spelen. Die vind ik er wel echt sick uitzien. Wapens. Dan is de boog nog beschikbaar ter uitrusting. Even kijken. Is een upgrade mogelijk namelijk. Daar heb ik alleen niet genoeg shit voor. Of wel? Jawel, knockpunten. Met knockpunten op de boogpace kun je pijlen snel laden en afschieten. Oké, duidelijk. Wat is dit? Grimmig gefluister. Dat is dus een boog waarvan we nu één onderdeel hebben verzameld. Alright. Dan leg ik die link nu ook. En dit is ook duidelijk. Dus dat is allemaal goed nu. Laten we dan meteen ook deze vaardigheden erbij pakken. Ik heb 2 vaardigheidspunten vrijgespeeld.
Vijanden geruisloos worden vermoord, worden automatisch geplunderd voor grondstoffen. Verlengd tijdvenster beschikbaar voor een tegenaanval of een extra deugel. Ja, oké. Okay. Tada! 2 punten geïnvesteerd vind ik wel pittig. Nice. Het is uiteindelijk toch mijn bedoeling en mijn uiteinde om elk vaardigheidspunt te hebben. Dus dan maak ik nu gewoon wel snelle keuzes. Check trouwens hoe vlijmscherp. Die hakbijlen eruit zien. Maar ik ben sowieso niet tevreden. Volgens mij is die andere upgrade beter. Hier, let op. Volgens mij als je naar wapens gaat en dan bijvoorbeeld naar dit ding. Is de andere upgrade is beter. Of staan ze er gewoon allebei op? Nee, ze staan er gewoon allebei op. Oké. Okay. Oh, nou zie ik ook inderdaad hoe mooi die gepolijste rand is. Daarom zijn ze zo scherp. Daarom zien ze er zo episch uit. Now I get it. En dan heb je nog een versterkte schacht. En daarna heb je nog dat. Met een lus. Oké, okay, tof. Nee, dan never mind. Ik snap het nu. Ze zijn sowieso gewoon goed. Dan heb ik hier alles gedaan tot nu toe. En kan je nog terug naar oude gebieden gewoon fast travel om bijvoorbeeld nog relieken op te pakken. Maar dat is niet hetgeen wat ik nu in deze episode ga doen. We gaan verder met de game. Oké, okay, nou never mind. Ik heb nu meerdere malen geprobeerd een konijn uit te schakelen met melee combat. Dus gewoon te slaan. Dat blijkt hem niet te worden. Dit is afgesloten trouwens, maar toch kan ik erheen. Zie je dat? Je kan daar een map oppakken. Maar als je daarheen moet, dan wat is dit? Waar gaat dit heen? Someone's rosary. Oh, wow. These beads have been worn away almost to nothing. Okay, gruwelijk. Kan ik hier nog voorbij? Ik denk het niet. Alright, laten we verder gaan. Sowieso voor ik verder ga, ga ik eerst hier nog even kijken. Want je kon wel aan de tokkeltouw gaan hangen. Maar dan had ik deze map nooit gevonden. En nou zijn er allemaal geheimen onthuld. Oké, oké. Oké, eigenlijk wel heel vet dat ik dit zo op deze manier heb gedaan. Ook deze sneeuwgebieden doen me eigenlijk een beetje denken aan de oude Tomb Raider game. Maar aan de overkant moeten we natuurlijk uiteindelijk heen. En let's go. Don't shoot. I'm not your enemy. Yo, wie de fuck is dit? Who are you people? All that can come later. If you want answers, then listen close. We've managed to destroy the old radio tower, but there are repeaters that keep them connected. We need to shut them down.
help me. And I'll let the others know they can trust you. We need all the allies we can get. Okay, ik wil deze missie accepteren, ja. Good. We don't have much time. Indicator voor optionele missies, okay. Gruwelijk. Er staat ook letterlijk gewoon dat als ik dit goed heb gedaan... Hier hebben we trouwens een opslagpunt. Hier. Maar er staat letterlijk dat als ik dit goed heb gedaan, dan krijg ik de lockpick ability. En daarmee kunnen we door die andere deur heen. Kijk, zie je? Lockpick heb ik even nodig. Nou, laten we die nou net gaan vrijspelen na deze missie. Dit is toevallig brandstof, maar dat kan ik nog niet oppakken. Zover ben ik blijkbaar nog niet in de game. Hier hebben we gewoon munitie. En hier hebben we ook iets liggen. I've infiltrated the ranks of the enemy and learned that they come seeking the rich resources of the mountain. They appear to know nothing of the secret we protect. Those who build the Iron Road are themselves prisoners, slaves of the Red Army. Hey, squirrel. Zag jullie dat? Are the transmitters destroyed? I haven't found them all yet, but I will. Trouwens, voordat het zover is, lijkt het me handig. Even rollen. Nice. Dat ik wel dit kamp gewoon ook vrij speel. Anders kan ik hier niet naartoe fast travelen. I should learn how to shoot. However, he tried to teach me today. I was utterly hopeless. I've always said in the field you can't go wrong with a stout stick and good boots. I told him I was a man of words, not of weapons. He laughed and said that he hoped I could find the right words to slow down a charging bison. I told him that's what he was for. Maar goed, stel ik heb die optionele shit vrijgespeeld. En ik heb alles goed gedaan. Want dit is gewoon weer een open wereldgebied, zie je? Ik ben hier gewoon vrij om te gaan en te staan waar ik wil. En daarin speelt zich een hoofdmissie af en een optionele missie. Dus dat is best wel vet. En daar moeten we ons eventjes in gaan verdiepen nu, denk ik. Oh shit, daar kom ik niet doorheen. Dus ja, dit wordt eigenlijk een soort onderzoekstocht. Een beetje vergelijkbaar met The Last of Us, denk ik. Tenminste, zo voelt het voor mij wel. Optionele uitdaging stond in de buurt, damn. Oh jee, hier hebben we ook weer lockpick voor nodig, let maar op. Ah, dat is wel balen, man. We hebben het gewoon nog net niet, hè. We were fools. We hebben het nog net niet, maar als ik het eenmaal heb, moet ik naar zoveel plekken terug om daar goede loot weg te halen. Hé, daar is die tombe volgens mij. Even kijken. Als ik de map erbij pak. Ik zie vet veel plekken, uitdagingstombe. Maar wat zie ik hier rechts dan? Oh fuck, verkeerde wapen. Shit, dat was nooit de bedoeling. Nou, foutje, kan gebeuren. Ik ben ook maar een mens. Ja, ik zag hier een grot en ik heb nog gelijk ook. Kaart bijgewerkt, interessante locatie gevonden. De duistere plekken van Siberië. Het gaat wel degelijk de grond in. Dit wordt de outro van de video, jongens. Gaan we weer.
vind het best wel interessant altijd, hoor. Oké, hier leer ik weer met talen mee. Damien, the Prophet's Forge. Cities are not built on weakness. Get creative. This prisoner. Maybe I can find him. Even kort gekeken, maar ik zie zo 1, 2, 3 niet onder water. Dus we gaan gewoon even verder. We vervolgen de tombe. En aan het einde van deze tombe sluit ik de episode af, jongens. Maar ik ben benieuwd wat ik hier ga aantreffen, want dit is weer zo'n best wel grote geheime area. Sowieso dit. Ze heeft het ook echt fucking koud, zoals je ziet. Kijk, en nou komen we in het goede gebied uit. Oké, dit pakken we. Doekoes pakken we. Dit was alles, denk ik wel. Yep, en hij gaat open. En wat vinden we hier? Onderdeel antieke boog 2 van 4. Gruwelijk. 3000 credits verdiend. Ik heb nu 19.600 in totaal. Awesome, awesome. Dus dit hebben we gewoon zojuist gevonden. Een heel tunnelstelsel. Dus ja, lieve mensen. Thanks voor de support op de chapter, of de episode, op deze aflevering, hoe je het wil noemen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie er de volgende weer bij zijn. Dit was sowieso echt een fantastische aflevering. Ja jongens, zat te doen. Wat ik al zei, het is een open wereldgebied. Dus het is aan mij welke kant ik eerst op ga, wat ik het eerst ga doen. Maar we kunnen hier zoveel doen en zoveel beleven dat ik er nu gewoon al heel erg veel zin in heb. Dus wat ik al zei, bedankt voor de support, bedankt voor het liken en ik zie je terug in de volgende video van Rise of the Tomb Raider in 4K op mijn channel. Later guys!